Alright, welkom op de show Bert. Bert Poffé. Ik ga ze straks voorstellen, maar eerst gaan we drie vraagjes doen. Okay. Dat zijn dus drie vraagjes, dat kan over van alles gaan. Over sport, niet over sport, over Donald Trump, kan allemaal gaan. Spannend. Je moet gewoon kort zien te antwoorden. Mag ik zelf trekken? Je mag zelf trekken. Maar je moet wel voorlezen wat er op het blaadje staat. Dan. Ik ga deze doen, ja. Oké. Okay. Kies één superkracht die je zou willen hebben. Ik antwoord heel spontaan. Ik zou eigenlijk graag heel goed kunnen zwemmen. Dat is niet oké. Okay. Ik weet niet of dat een superkracht is, maar zwemmen, goed zwemmen zou ik toch wel okay. leuk vinden. Alright, goed. Okay. Nummer 2. Oei, spannend. Je woont op verdiep 94 en er is geen lift. Of je hebt geen internet meer. Dat is over jou. Zo, welk van de twee zou ja. ik het minst erg vinden? Ja, die 94 en geen lift, want die lift... Ik heb ook al een klein beetje claustrofobie, dus als ik de lift kan vermijden, dan vermijd ik die sowieso. Dus die 94 okay. verdiepingen, okay. dat is geen probleem. Dan zou ik toch gaan voor internet en dan geen lift. Okay. Alright, en nog eentje? Dat is een groot blad. Kies dan maar in het. Deze. Dat gaat aan de onderkant van het blad geweest. Aantrekkelijkste aan een man, vrouw. Maar in het algemeen zou ik zeggen uitstraling, charisma. Ja, oké. Okay. Dat is perfect. Alright. Mm-hmm. Goed, dan gaan we eraan beginnen. Hè. Dus, Bert op de show, nog een keer, merci om mee te willen doen. Ja, Bert is eigenlijk iemand die veel bezig is met rewilding en met zo meer, ja, hoe moet ik zeggen, wilderness training. Maar ik ga jezelf anders kort laten voorstellen. Ja. Ik ga het proberen kort samen te vatten. Ik heb als kind heel veel gesport, heel veel ja. intensief getennist. Okay. Tot mijn 17, 18e. Dan toch wel wat overbelasting gekregen. Dat was nog een tijd in sport waar dat men zei van als je 5 uur per week tennist, dan word je oké. Okay. Als je er 25 tennist, dan word je heel goed. Mm-hmm. Dus op 14, 15, 16 jaar, ik ben linkshandig, stond ik al volledig scheef. Ja. Dat bestond toen nog niet van alternatieve trainingen en dergelijke en compenseren. Ben ik door omstandigheden, ik was eigenlijk als kind ook al geïnteresseerd geweest in indianen en in nomaden, in natuurvolkeren. Ja. Meer dan op gewoon een kinderlijke manier. Het was niet gewoon met pijl en boog spelen, dat ook, maar het was echt wel bijna toen al, bijna op een bijna antropologische wijze met die volkeren bezig zijn. Het interesseerde me mateloos. Dan is die sport intensief gekomen. Competitie gedaan en dan mm-hmm. rond 17, 18, 19 jaar begonnen terug op te komen en ben ik terug eigenlijk vrij intensief in natuur ingedoken. Langzaamaan begonnen met hikings, met avonturen en dan toch steeds de lat wat hoger gelegd tot dan ja, echt wel avonturen en expedities en dergelijke. Dat is iets wat ik vanaf die moment door de jaren heen ben blijven doen. Ik heb wat van alles gedaan op verschillende plaatsen in de wereld en eigenlijk is met dat expeditie, met het natuurverhaal, is daar het rewilden bijgekomen. Want ja. als ik dan op zo'n plaats was waar ik dan een avontuurlijke of een sportieve uitdaging aanging, dan vond ik het ook wel interessant om te kijken, om samen met die mensen, met die lokale bevolking samen te leven en daar heel veel van te leren. En dat is eigenlijk een stuk rewilding, dus het is eigenlijk een mengelmoes geworden van al die activiteiten waar ik vandaag mee bezig ben. Ja. Maar wat is... Rewilding eigenlijk, ja. just, dat kort kunt omschrijven. Ja. Kort, dus zoals gezegd, ik ben een lifestyle coach, life coach. Maar wat mij betreft is het rewilden is de kapstok, de tool waar mijn vrouw en ik mee werken. En rewilden is eigenlijk een stukje terug naar die natuur gaan, een stukje terug je plaats vinden in die natuur, contact hebben met de natuur en met jezelf. Mm-hmm. Rewilden is voor een stukje kijken naar jager-verzamelaar stammen, kijken hoe dat die mensen leefden in die natuur, hoe dat zij wisten van de natuur een comfortabele, leefbare plek te maken en dat implementeren in onze huidige manier van leven, in onze huidige ja. samenleving. Dat betekent dus niet dat wij aan mensen gaan vertellen van oké, dan moet je terug je berenvelken aandoen en terug in de grot gaan wonen. Maar er zijn toch, als je op een antropologische wijze kijkt naar natuurvolkeren, zijn er toch een aantal dingen die je kunt vandaag implementeren in je levensstijl. Ik ga je een concreet voorbeeld geven. Heel veel mensen slapen heel slecht.
Mm-hmm. Maar hoe kan dat natuurlijk ook anders? We zitten allemaal, ik ook, ik ben daar ook onder even gaan, tot heel laat s'avonds nog te werken aan die computer, die lichtbak, heel veel intense kleuren in ons gezicht. En dan, ja, dan denken we dat we 10 minuutjes later kunnen de computer toedoen en goed slapen. Nee. We hebben niet altijd de mogelijkheid om dan s'avonds in plaats van bij die computer bij dat kampvuur te zitten. Maar bijvoorbeeld de lichten dimmen op tijd en wat kaarslicht in huis halen. Maak het romantisch, maak het gezellig. En het is dat intense gele, rode licht dat ook typisch is aan vuur. Dat de slaaphormonen opwekt en je gaat bijvoorbeeld beter slapen. Dat is iets hoe je concreet in je huidige situatie, in je huiskamer, kunt je een stukje rewilden door licht te dimmen en kaarsen te gebruiken. Dat is eigenlijk echt wel de... Heel praktisch. Vroeger, maar nu eigenlijk zien te... Ja, de symbiose, ja. Okay. Dat is het. Oké. Okay. En dat is dan ook dingen dat je klanten probeert? Ja, dat is als we bijvoorbeeld een dag een workshop doen, een Rewilding Lifestyle Workshop, dan is het dat is een dag die je doorspekt is met dat soort heel concrete tips. Okay. Dat gaat bijvoorbeeld ook over het feit van, ja, we kunnen niet ontkennen dat we allemaal, of de meesten onder ons, relatief veel achter een computer moeten zitten. Wel, wij zeggen dan oké, ja, achter een computer niet zitten, maar misschien wel staan. Je kan ook een rechtstaand desk maken en dat soort toestanden. Mm-hmm. Dat is ook een stukje rewilden. Dat is niet met die speer in die grot zitten, maar we zitten alleen. Die uitspraken kennen we allemaal, hè. Sitting is the new smoking en dat soort toestanden. Dus dat behoort ook tot dat rewilding verhaal. Oké. En dat is nu je volledige beroep? Dat klopt, ja. Oké, ik heb ook verschillende professionele watertjes doorzwommen. Ja. Nu ben ik er 48 en nu ben ik voor 200% gejumpt, gesprongen in het rewilding verhaal. Ik heb ondertussen naast die avonturen en die expedities ook wel wat certificaatjes en diploma's gehaald van life coach tot burn-out preventieadviseur, van nog allemaal personal coach heb ik ook nog een papiertje. Ik heb instructor survival en hiking gedaan. Allemaal dingen enerzijds die wat met coaching te maken hebben en daarnaast ook anderzijds met het hele outdoor gegeven. En het is eigenlijk daar waar ik mee bezig ben. Ik hou van coachen, ik hou van mensen. Ik tracht mensen graag te inspireren en ik maak gebruik van het outdoor gegeven om een bepaalde levensstijl hun te laten aanmeten. Oké, goed. Oké, interessant. En jij doet dus vooral workshops dan voor mensen? Of hoe zie ik dat? Is dat 1 keer in de week of is dat eenmalig in 3 maanden dat je voor iedereen? Of hoe werkt dat juist? Wel, zoals ik de rest al zei, ik ben met die avonturen, met dat rewilden, met al dat soort dingen ben ik al lang bezig. Vroeger zeg maar in bijberoep, nu ben ik daar fulltime mee bezig. Het zoekt allemaal een beetje zijn eigen weg. Dat wil zeggen dat nu dat ik er fulltime mee bezig ben, ik heb al mensen begeleid met obesitas, ik heb al mensen, al jongeren begeleid met een aantal serieuze problemen. Het is zeer divers en ik heb natuurlijk al die verschillende insteken. Wij zijn bezig met voeding, we zijn bezig met bewegen, we zijn bezig met deconnecteren, reconnecteren. We doen ook een stuk bushcraft en survival, dus al dat soort dingen doen we. En als iemand bij mij langskomt en zegt van ik wil 30 kilo verwageren, dan zeg ik oké, we gaan erin vliegen, we gaan ons best doen. Maar het zal wel zijn via My Way en My Way is dan een stukje rewilden. Ja. Dus als ik met iemand intensief samenwerk om 30 kilo te vermageren, gaat hij ook voor een stukje gaan door de fase van leren vuur maken en slaap onder een shelter. Dat hoort er dan bij mij bij. Oké. Ja, dat is heel aanpassen natuurlijk. Dat is mijn concept. Ja, oké. En als je in dat concept gelooft, dan vind ik ook dat je dat moet kunnen. Mm-hmm. Door, dat is met alle dingen zo, veronderstel ik. Mm-hmm. Hoe lang gaan de meeste mensen dan bij jou zo? Is dat dan allemaal, of verschilt dat heel erg? Het is echt zeer afhankelijk. Wij doen eigenlijk om op uw vraag van de juiste antwoorden. Dus we zijn bezig met one-on-one coaching. Ja. Want mijn vrouw doet het ook samen met mij. Maar wij doen ook workshops, we geven ook lezingen, we doen ook retreats en dat soort. Dus het is heel gevarieerd. En het krijgt ook, je weet dat ook, het krijgt ook elke dag weer een klein beetje een nieuwe vorm erbij. Het verandert soms wel een keer wat en hoe dat we het aanpakken. Heb je de indruk dat er de laatste tijd meer vraag is naar zo'n ding? Er is zeker een vast heel veel interesse. En ik heb zelf ook als achtergrond een opleiding communicatie, dus ik communiceer ook graag waar we mee bezig zijn. Niet uit ijdelheid van zie je mensen met een boog bezig zijn, maar
ja, het is waar ik in geloof. Het is wat tuurlijk, ik ook, ja. Het is de boodschap die ik graag... staat ervoor. Voilà, ja. Het is de boodschap die ik graag meegeef. Dus we communiceren veel. En heel veel mensen vinden het tof. Heel veel mensen volgen het en zeggen van, wauw, allemaal leuk. Alleen moeten we toch wel vaststellen dat mensen het allemaal graag zouden doen, maar dat het nog niet prioritair is op hun verlanglijstje. Ze willen het ook wel eens doen als een aantal andere voor hen dan basisbehoeften heerst zijn ingevuld. Dat is waar het nog wat... Dat zie ik helaas ook vaak terugkomen in de personal training. Ja, ik wil 20 kilo afvallen. Ja. Ah ja, maar ik wil wel nog kunnen Game of Thrones zien. Ik wil wel nog kunnen dit en dat en dat. En, of als er moet gekozen worden... Ik snap het ook. Ik bedoel, ik veroordeel het absoluut niet. Nee. Dat is de keuze dat gemaakt. Voilà, als er moet gekozen worden door de citytrip naar Barcelona of naar... tussen citytrip naar Barcelona of een intensieve one-on-one coaching, dan ligt het soms nog moeilijk. Dat is moeilijk en dat, mensen moeten daar zelf een keuze in maken. Denk niet dat, je kunt daarin meehelpen, je kunt met je website proberen mensen te overtuigen, maar je kunt niet en, voor hun beslissen. En zoals je zeker ook weet, pushen is nooit het goede antwoord, dus reik het aan en dan is het aan hen om, om in te pikken of niet. En die stap te zetten eigenlijk. Je hebt een workshop gedaan ook met CrossFit Leuven. Die komt nog binnenkort. Die komt binnenkort, die komt binnenkort. Workshop is eigenlijk een... ditmaal zal het eigenlijk een trektocht zijn in de Belgische Ardennen. Want dat is ook een van de boodschappen die ik graag meegeef. Rewilden en terug naar richting natuur gaan is uiteraard makkelijk als je in Alaska bent of in Borneo of in Lapland. Maar ook in hun eigen spreekwoordelijke achtertuin. We zitten nu vandaag hier in mijn achtertuin. Ja. Ook daar kun je voor een stukje rewilden. En ik vind, het is toch wel een van mijn passies ook om aan mensen te tonen dat je op een uur en een kwart van hier rijden in een compleet andere wereld zit, waar dat je echt wel die natuur voelt en ziet. En dat is wat ik met de CrossFit Leuven ga doen. We gaan een dagtocht daar doen, een dagtocht organiseren. En omdat het nogal sportieve jongens en meisjes zijn, hebben we er de bijkomende leuke uitdaging zonder verplichting aan vastgehangen dat zij die wensen een extra rugzak mogen dragen van 10, 15 of 20 kilo. En dan kan ik echt wel garanderen dat het een stevige tocht zal zijn. Wanneer dat het wordt uitgezonden, zullen er hier een paar mensen waarschijnlijk zitten vloeken en een paar anderen zeggen, wauw, dat was tof. Ja, daar ga ik toch van uit, Oké, super. Mm-hmm. Als je iemand hebt die zo bijvoorbeeld naar jou komt en die zegt van, ik wil 20 kilo vermaren, dan ga je een andere aanpakken, denk ik, dan iemand die... Heb je ook mensen die zegt... zuiver komen om te zeggen van kijk, ik ben te veel bezig met mijn gsm, computer en dan een andere aanpak voor, veronderstel ik. Ja, deels en niet. Ja, nee, eigenlijk wat ik er juist al zei, de focus ligt dan misschien iets meer op één of ander punt, maar zoals ik al zei, wij zijn bezig met voeding, wij zijn bezig met bewegen, wij zijn bezig met deconnecteren is weg van al dat machinegedoe en even terug meer met die natuur bezig zijn. En die ancestral skills, zoals we zeggen, bushcraft en survival, daar gaan we helemaal door. Dus daar geloof ik echt in dat vast concept van natuurlijk iemand die 20 kilo wilt vermageren en die hoesting heeft om te sporten, die gaan we wat meer in het bos laten. Dat spreekt voor zich. Ja. En hoe lang duurt een training dan bij jou zo? Is dat dan kort een... Je bedoelt een workout? Een sessie echt, Of gaat dat over halve dagen? Nee. Het hangt een beetje af welk vlees dat je in de kuip hebt, dat weet jij zeker en vast ook. Maar het kan gaan van een half uur tot 3 uur bezig zijn. Drie uur bezig zijn is dan, ik zeg maar, iemand mee de bos innemen en 3 uur lang een stukje hiken, een stukje lopen, even rusten, een paar oefeningen doen, even babbelen, even een paar, even hebben over voeding, dan terug een stukje lopen, hiken, heel veel afwisseling van verschillende dingen, maar dat kan soms toch wel behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Ik heb ook al mensen meegenomen gewoon op een dagtocht, want ik doe het dan zelf toch en ik zeg oké, volgende week dinsdag, ik ga hiken in de Hoge Venen, dat is die workout, kom mee. Dus het is heel gevarieerd en we passen ons aan naar enerzijds de vraag, maar ook waar ik mee bezig ben, dat rewilden. Als ik bijvoorbeeld, als ik ga veenbessen plukken, want dat maakt dan deel uit van ons levensstijl en van ons dieet, van onze voeding. Ja, dan zijn er mensen die ik meeneem en die ik zeg van oké, dat is een stukje die een jager-verzamelaar levensstijl waar ik voor sta. Ja. Kom daar eens, letterlijk en figuurlijk, kom daar eens van proeven. Ja. En dan is dat voor een stukje ook
geen workout, maar dan zijn ze ook bezig met dat rewilding proces. Okay. Er gaan er ongetwijfeld mensen zijn die aan het kijken zijn, die zeggen van kijk, waarom zou ik dit doen in vergelijking met gaan fitnessen of gaan lopen? Of zo. Waarom zou jij zeggen van dit is voor mij, ik vind dit beter omdat... Ja, maar je moet weten waar dat wij mee bezig zijn. Eerlijk gezegd, als iemand echt op zoek is naar alleen maar een sportcoach in een of andere discipline, dan zeg ik van, ik zal u een leuke persoon aanwijzen, want ik ken wel wat mensen. Ga naar die persoon of ga naar die persoon. Ja, ja, ja. Wij zijn bezig met rewilding. Het is het hele concept, nogmaals. Ja. En dat is waar we voor staan. En voelt je daar ergens de interesse in dat hele verhaal, dan zijn wij de beste die je kunt vinden. Ja. Als het niet hele, als het hele, bedoel, ik snap ook wel dat niet alles iedereen evenveel boeit, maar als, je niet, als, niet voor, als er niet een minimum aan bereid is om je mee op die reis voor stukken te begeven, dan zijn wij niet de juiste, zijn wij niet de juiste de personen om mee te werken. Dus je bent eigenlijk duidelijk aan het zeggen dan wat je ervoor staat en dan... Ja. En dat weet niet persoon. Ja. En uiteraard zijn wij flexibel en uiteraard, weet je, dat is ook iets dat veel mensen denken, omwille van het feit waar we mee bezig zijn, dat wij bijvoorbeeld tegen veel dingen zijn, dat wij tegen een fitness zijn of tegen een crossfit. Integendeel, bedoel, maar we komen er misschien nog op terug, ik ben ook instructor MoveNut. Ik doe regelmatig wel eens wat MoveNut in een fitness. Ik vind het heel leuk om te MoveNutten of om een workout te gaan doen in het bos. Maar je moet ook eerlijk toegeven, sporten is ook een sociaal gegeven. Mm-hmm. En ik ga regelmatig naar een fitness of naar een crossfit omwille van het sociaal gegeven. Ah, absoluut, dat is zeker een... En daar kun je ook leuke workouts doen en de mensen kijken al wel eens van hola. Ja, dat is iets wat je niet vaak ziet. Voilà, was die bezig, maar het sociaal aspect vind ik toch wel belangrijk. En het behoren tot een tribe is ook een stukje rewilding. Dus ja, ik ga af en toe nog eens graag naar een crossfit. Ik heb nog... de Get Together Conference van dit jaar hebben we nog die oprichter van MoveNut, Jérôme zeker was het? Jérôme. Ik ben zijn achternaam vergeten. Ja, voilà. Ja. Ik heb nog een foto van, ik ga die proberen hier nu op dit moment zo in te plakken, kan ik zo aan een boom. Heb je bij hem de opleiding gevolgd ook? Het was geen opleiding, het was meer een workshop zo. Een inleiding. Hij had een korte workshop van een uur, dat was eigenlijk een conferentie met allerlei intro dit, intro dat. Was hij in Nederland? Ja. Ja, ja, oké. In Amsterdam. Ja. Al geweest misschien? Nee, maar ik wist dat hij kwam. Ja, wel. Maar ik ken hem wel. Toen heb ik hem 1 uur gezien. Ja. Ja. Dat ging over kruipen en... Ik denk kruipen. Alleen kruipen, denk ik. Ja. Was wel interessant. Was zeker interessant. Ja. Interessant figuur ook, ja. Zeker, ja. Absoluut. Wat doen jullie eigenlijk als slecht weer is? Buiten gaan. De vraag die... Toch? Ja. En zijn er geen mensen die dan zeggen van... Die afhaken, ja. Ja, maar ook daar moet je... Ik bedoel... Ik zeg heel spontaan, heel intuïtief buiten gaan. Maar uiteraard weet ik ook dat als je met iemand een maand of 3 maanden of 6 maanden aan het werken bent rond rewilding, met welke probleemsetting dan ook. In mijn hoofd is dat buiten gaan zonder enige twijfel. Maar ik begrijp wel dat je daar met die mensen, met die klant, dan ook een stukje moet aan werken. Dat is misschien een barrière. En dat in het begin wat moeilijk gaat zijn. Als dat dan in het begin met die persoon niet lukt, dan ga ik geen touw trekken. Nee. Maar het is wel mijn persoonlijke uitdaging om na verloop van tijd die persoon zover te krijgen dat hij ook zegt, ja, buiten gaan, uiteraard. Dat is, dat is geen deel twijfel. Jou, het maakt er deel van uit. En uiteraard pas je uw training aan ja, we gaan niet op gladdere dingen gaan. Voilà. Maar natuurlijk houden we rekening met een aantal factoren, maar ja, hier is het buiten gaan, het buiten zijn toch wel een belangrijke factor, ja. Een belangrijk onderdeel van de training. Ja, toch wel, ja. Oké, interessant. Dus je hebt over MoveNut, je hebt MoveNut gestudeerd, of de opleiding gedaan. Ja. Kan je daar kort iets over vertellen? Dat is ook wel iets dat vaker en vaker passeert tegenwoordig. Goh, ik was jaren geleden, toen ik mij voorbereidde op avonturen en expedities, had ik toen eigenlijk al door van oké, maar je daarop voorbereiden, op een maand lang buiten zijn, dat kan niet echt makkelijk door alleen maar binnen te trainen. En je kunt dat best in een natuurlijke omgeving doen. En ja, ik denk dat het eigenlijk
dat internet toen nog niet zo heel... Dat internet nog een beetje in zijn kinderschoenen stond zelfs. En toen was ik al aan het zoeken naar andere manieren van trainen. Je vindt wel verschillende invloeden, maar MoveNat en Erwan Lecor. En dan de YouTube-video, The Workout The World Forgot. De meeste mensen gaan dat waarschijnlijk wel kennen, denk ik. Ja, dat was zo een van die eerste super inspirerende video's. En toen dacht ik van, ja, dat was eigenlijk waar ik naar zocht. Dat beantwoordde volledig aan wat ik wilde. Ja. Dus ik was eigenlijk al heel lang toch vertrouwd met MoveNat. En dan ben ik, ik weet al meer hoe lang geleden, een aantal jaar geleden, ook in de kinderschoenen van MoveNat, ben ik eens een workshop gaan volgen bij Erwan Lecor in Glasgow was dat. Mm-hmm. Heel veel geleerd, heel geïnspireerd van teruggekomen, toch altijd wel mee bezig geweest. En dan begin 2017 heb ik met Jérôme in Madrid dan het certificaat gaan halen om zelf instructor te zijn, MoveNat. Okay. En MoveNat is eigenlijk concreet is op een natuurlijke manier leren bewegen, functioneel. En allemaal dingen ja, die nodig zijn om op een makkelijke, comfortabele, snelle, goede manier te bewegen in een natuurlijke setting. Dus het is heel praktisch. Het is niet alleen gezond, nuttig en je wordt er niet alleen sterk van. Maar het is ook bijvoorbeeld voor mensen die veel gaan hiken, is MoveNat een hele goede workout. Want heel veel van die moves kan je ook effectief gebruiken als je bijvoorbeeld in de Alpen gaat hiken. We zitten inderdaad meestal in de natuur ook bezig bij MoveNat en dan kun je inderdaad zelfs maar logisch dat je die kunt gebruiken. Voilà. Dat trekt toch. Oké. Okay. Als het goed is, goed. Jawel. Bert, heel erg merci voor je tijd. Ja, en kijk zeker een keer op zijn website. En bedankt voor het kijken. En laat ons afspreken dat komt jij een keer bij ons trainen of rewilden en ik kom toch ook een keer bij over de vloer. Want jawel, dat moet altijd doen. Altijd leuk om elkaar te kunnen inspireren. Ah, wel, dat is een goed idee. Alright, ça va. Wees welkom. Goed. Tot de volgende. Ciao. Dag.